1. Moet je niet juist willen dat hij nu zo heel veel doet? Maar ze kon op de loterij en ik hou van de loterij. Ah, pijnlijk. Nou ja. Ah, nee, dat rondje is best wel leuk hoor, want elk rondje is anders. Dat klopt. Ik kan het weten, want ik heb hem gelopen. Ja, 2 keer volgens mij. Ja, 2 keer maar. 5 keer minimaal. O jee. Och, overdrijf. Maar elk rondje was wel anders. Ik merk het niet, maar... Oeh. Ah, nee. Dat is pijnlijk. Oh, wel de goede kant op, denk ik. Nee. Oh, nee, niet. Yeah. Er is ook geen goede kant, trouwens. Denk me net. 9, ja, dat is kut. Hé, hey, hoezo doet... Oh, easy. Okay. Wacht, nog eens? Hij gaat goed. Nee, ja, oké. Okay. Ja, dat is alle twee niet echt wat ik wil. Ja. Sorry, Waluigi. Maar je hebt de meeste coins. Dat zal je bezuren. Q. 25, kijk, dat is nog eens lekker aantal. Ja, liefstal, ik bel politie. Te laat. Dat is te laat. Okay. Ja, dat was die DK van die Donkey Kong. Wij mogen weer samen, Sander. Ja, wij... Team Treasure Track. Dat is zo'n doolhof met kistje en sleutel. Oh, deze. Alleen, dit is echt kut, omdat jullie met elkaar kunnen overleggen. Oké. Okay. Ik doe onder, jij doet boven. Helemaal goed. Wie komt naar wie? Hoe moet je hem vastpakken? Hoe deed je dit? Oh, je moet die andere... Oh, kut. Je moet de rode. Frick. Ja, oké. Okay. Dit was kut. Omdat ik dacht dat we de blauwe moesten. Ja, ik dacht dus ook de blauwe. Anders hadden we het echt makkelijk kunnen halen. Frick. Oh, je mag nog een rondje straks, Milan. Wat fijn. Dat is altijd gezellig. Ja, ik ben niet iemand die veel zalt houdt, Zander. Nee, ik zeg dat toch ook niet. Ik zeg gewoon wat fijn dat je nog een rondje mag. Ik weet namelijk hoe leuk dat rondje is, dus... Zelfs als hij elke keer anders is? Nou, hij zei dat hij inderdaad iets anders was. Ja, hij is dus elke keer anders, want je weet dus nooit... of die nou naar boven of naar rechts gaat staan. Naar links bedoel ik. Rustig je bent. Oh, ja. Oh, wacht, ja, ik denk al waarom doet hij niet, maar... Nou, eens kijken of ik geluk heb in de loterij. Gewoon 100 coins voor jou. Oeh, dat is wel een mooi kaartje. 2 keer Donkey Kong.
Ik ben wel jaloers. Ja, welke wil je? Ja, dat is hem niet. Nee, niet. Oh ja, als hij hem nu is. Nee. Helaas. Je mag hem niet eens helemaal afkrassen, hè? Ja. Wat een kut game is het ook eigenlijk. Nee, ga verder. Wauw. Ik zei grapje, Milan. Niet meteen zo doen. Ik doe helemaal niks. Oh. Dan is het goed. You already have to have 3 items? Nee, Genie in a bottle. Dit is van zo'n genie in een bottle. Wat heb jij ook al het eenvaardig programma met zo'n guy die dan uit zijn lamp kwam en twee meiden en een vader? Dat is wat ik begon te zingen toen ik hem gebruikte. Ah. Genie in the house. Genie in the house, dat was hem, ja. En de kip! Het is hem. The one and only kip. Auw. Dat doet pijn. No. Op de rechts zou wel grappig zijn. Zou wel funny zijn. Als je zo van die chocoladehagelslag hebt, dan was dit dus een funny geweest. Wauw. Ja! Wat is hier? Ben je daar net voorbij? Nee, als ik net de goede kant op was gelopen, was ik er gewoon naartoe gegaan. Maar nee, ik ging de andere kant op omdat hij dichtbij was. Ik ga weer voor rechtsboven. Ik voel die. Ik voel hem verkeerd. Yes. Duidelijk. Ik had het niet moeten doen. Denk ik. Loterij scam. Ik heb het altijd al gezegd. Toch luister ik niet naar mezelf. Hoe dan? Oh! Hey! Hi, wij zijn het weer samen. Yo, order up. Alweer? Ja? Well? Oké, als jij het bovenste gedeelte in de gaten houdt. Of als jij onderste... Ja, ik doe het onderste gedeelte wel, hè. Ja. Kut. Die weet ik niet. Ben jij die? Yes, handig. Hoe dan? Hoe dan? Dit ging zo slecht. Dit ging echt slecht. Nee, nee. Huh? Oh, dan eentje naar onder. Ja. Allebei tegelijk. Oh, lekker, lekkering. Oeh. Oh, dat weet ik niet. Ze liggen naast elkaar, dat weet ik wel. Oh, Milan heeft hem. Kut, sorry. Nee, mag wel hoor, maar liever niet. Ik ben wel vandaag stil ineens. Ja. Nee, dat was die ernaast. Deze echt helemaal niks doet en daar word ik nogal Fox wild van. Oeh, de winnende dit. Oeh. Oké. Okay. Ja, dit is ijsje. Nee. Ik heb ijsje. Nice, Daisy. Hier. Huh? Oh, wat kut. Ik heb... Oké, die laatste ligt aan mij. Die heb ik echt compleet verkeerd onthouden. Sorry. Ik dacht dat ijsje en dingen heel ver weg van elkaar zaten. Nou, joh. Zeg, ik vergeef het je allemaal als we de eigen sterren. Dat is lief. Buy an item? Niet dat me... Nee. Weet Daisy ook wat nee betekent? Volgens mij niet namelijk. Vind ik kut. Ja, vervelend. Sterzers kopen. Vervelend ding. Zoals in het Engels zouden zeggen, kudding.
Dat is weer wat anders dan pudding. Ja, wordt wel eens verward hoor, maar dat is een Engels leenwoord pudding. Dus dat snap ik wel. Lijkt er ook wel een beetje op. Oh, jullie gaan zo weg? Weg is weg? Nou, ik ben toevallig laatst nog op de weg is weg geweest. Oh? Ik weet alleen dat het van Harry Potter is, meer weet ik ook niet. Dus... ja. Ga je niet voor de geheime tunnels aan? De... oh. Nee, maar dit is wel gunstig. Als oh, 50! Oh, dit is sowieso gunstig, want ik had echt maar... oh, fijn, ik ben nu helemaal skeer. Geef mij... de... ja, doe die maar. Ja, dus die toen andere... is er nog een beetje skill-based. Ja. Die andere is luck-based, die ga ik echt niet doen. Dat vind ik echt kut. Ik ben hier slecht in, maar... like, liever eentje waar ik slecht in heb en dat ik daardoor verlies dan door luck. Je merkt al dat dit gemaakt is voor GameCube controllers. Yep. Ik denk niet dat ik eerste ben. Nou, ik heb ook zo'n gevoel van niet. Ik denk dat deze eerste is, zo te horen. Ik sta gelijk! Ik had toch de luck-based money game moeten doen. Nee. Alhoewel, ja, ik wist dat ik hier slecht in was. Dit was een high risk, high reward. Maar aan die andere kant... I don't like luck. En zij kreeg een extra coin, want... dat zij... omdat het een oneven getal was, dus dan gaat de coin ergens naartoe. En dat is random. Tussen aanhalingstekens. Trooper Punch. Kijk, dat is leuk, want daar kan ik geld mee verdienen. Of is het zo'n kun minigame? Ah nee, dit ziet er wel uit als... moeten move. I like to move it, move it. Ah, Hassan, heb je die grap al eerder gemaakt vandaag? Nee, volgens mij niet. Nee, dat heb ik gedaan. Om te moeven. Precies. En toen zei ik van, daar houden ze van op dat eiland. Ik heb de grap ook eerder gemaakt eigenlijk, maar ik weet niet. Ik heb niet, kan me niet herinneren dat ik dit zo kut minigame vond. Nee, ik kan hem ook niet echt. Eetzie. Nee, ik had een zakje kunnen pakken als ik slim was. Wat dit? Oh, je moet ook niet vaak geraakt worden of zo. Oh, dan krijg je alsnog de coins dan. Boeien. Dat is. Ja, maar Milan, ik doe hetzelfde met dit als dat ik doe met mijn smaakjes. Ik spaar ze op dat ik ze echt nodig heb. Mm-hmm. Hoe heb je dat in de gevangenis van Azkaban geholpen? Oh nee, Oké, we gaan. De kip komt weer. Hoe lang moeten we eigenlijk nog? Hoeveel turns? Weet ik niet. Ik ook niet. Nou, vroeg ik het ook nou. Een kip! Ja, een kip. Als hij nou een keer op haar springt, zo... ja, geen ster voor jou. Congratulations, Daisy. Druk op no. Ja, waarom drukt ze nou niet op no? Anders, omdat ze niks kan. Nee, ze denkt gewoon, als ik op jou klik, is het allemaal goed. Net zoals ik vroeger Pokémon speelde, gewoon de hele tijd A-spam en dan kom... dat was gisteren nog. Nee, dat was niet alleen maar A-spammen. Dat was speed-up gebruiken. Ja, oké, dat was vooral speed-up. Dat was niet A-spammen, zeg maar. Maar als ik A-spammen, dan had ik wel sludge gedaan. Of sludgebom. Dan was het dus niet verneukt. Maar ja. Ik moest zo nodig smok doen. Nou, Milan, ik ga die al halen, dus... ja, ben je daar zo in de buurt dan? Ja, ik en Sander allebei.
Wacht, nu wil ik dat ook zien. Nee, dat hoef je niet te zien. Jawel. Echt. Dus, daar is de ster. Maar waar ben jij dan? Dan zeg, als je iets meer naar links gaat, dan heb je Sander. En dan krijg je ja, verder naar, heb je mij. Oh, zo ver ben je nog. Oké. Dan ga ik nog even rondjes erop, ja? Ja, maar goed, joh. Elk rondje is wel anders in Milan. Ja, dat weet ik. Ja, dat je dat moet weten. Anders denk ik, misschien vind je het dan jammer dat je nog een rondje gaat lopen, maar als je weet dat die anders is, misschien niet. Dat gun ik jou, hè? Gewoon de geluk van nog een rondje te mogen lopen. Dat is wel zeer lief. Ik ben ook zeer lief. Zeg sommigen. Als je me vergelijkt met Paddy, ben ik zeer lief. Laten we het daarop houden. Ja, maar dan... Die is het niet. Oh, die is het echt niet. Nee, ik denk, ik ga het nu het tegenovergestelde van Jinx, zeg maar. Smoesje me? Smoetje. Dat is niet echt tegenovergesteld. Dat is gewoon de voor Ivo. Sander, waarom doe je dat nou? Ik ga die kant op. Hey, succes, hè? Nee, wacht, ik help jou volgens mij. Oh, nee, niet. Mooi. Hey, Sander, veel plezier, hè? Je hebt hem vies hard genaaid. Ah, joh. Zeggen jullie hebben allebei... jullie hebben allemaal één ster. Ik nog niet. Ik wil graag bij het clubje horen. Ik voel me buitengesloten. Misschien is dat met de reden van gezegd. Ja! Hij is niet bang, hoor. Oeh, ja, Bowser Revolution. Er gebeurt hier toch niks, joh. Het is maar Bowser Jr. Ik verliet zijn coin of zo. Oké, 20 coins. Zo. Nou, hij is... Dat is pas een Bowser space, joh. Yo, oh, ben ik hier niet met Milan samen? What the fuck is dit? Hoezo ben ik niet met Mike? Ik kan niet. Ja, ik wil zeggen, het ging net zo goed bij ons, Sander. Ja. Een beetje teamwork zat er een beetje in te komen, dus maar... Speed up, slow down. Okay. Nee, Sander, bij jou was het slow down. Oh, nee, er is bij jou slow down. Welke moet ik eigenlijk zijn? Oh, ik moet alleen move. Oh, oké. Okay. Ja. Dat vind jij leuk. I like to. Move it. Jezus, kut Daisy. Krijg je toch geen hoogte? Ik kan niet naar beneden als jij speed upt, hè? Dan weet je dat. Net zoals mijn death count als ik speed up gebruik. Ik kan niet naar beneden. Het gaat alleen maar omhoog. Hij zit weer op die... Wat ben je allemaal aan het doen? Ik zit me op die coins te focussen. Ja, dat moet ook. Je moet hier de coins, zeg maar, pakken. Dit gaat niet helemaal vast goed, hè, Milan. Nou, we hebben 10 coins. Ik had makkelijk 25 kunnen halen als deze niet zo kut deed. Oh, natuurlijk. Nee, ligt het allemaal aan Daisy. Nee, valt wel mee. Het ging eigenlijk best wel gewoon goed. 22 ben ik tevreden mee. Nou, ik wil wel eens een keer mijn sterretje pakken. Laatste 5 turns, ja. Wat de? Waluigi. Oké. Nog een Waluigi bieten? Dat is wel. Ja, allemaal stil. Hé, hey, je krijgt wel een voordeel. Waarschijnlijk. Oh. Nee. Oké. Oh. Nee! Dat je zo wil winnen. Wat? Kan je me uitleggen wat ik kreeg? Je kreeg een ster. Nee, hij kreeg geen ster. Ik heb niks gehad. Wat? Wat was de ster dan? Dan denk ik dat de ster nog maar 10 coins kost of zo. Ik dacht ook dat hij een ster zou krijgen, hoor. Jezus. Ook dit nog. In het vorige, in Mario Party 6 was het ook al deze die 2x6 gooide. Ah. Bitch. Oh, gaat ze nu... Ja, dat jij nog een rondje moet lopen? Nee, hij doet springveer. Oh jee. Oeh, dit is niet best. Oh.
Ik had namelijk een hele tactiek, maar het helpt niet als er twee mensen staan. Oh ja, nee. Wat gaan we nou weer zo doen? Groot? Nee. Oké, nu heb je een... Ja, oké, je gooit wel minder. Maar ik dacht, als je groot wordt, dan loop je langs de ste. Dat was het idee. Waarom doe je hem niet op Daisy dan? Ja, omdat ik dacht van, ik had al zo'n leuk idee. Laten we het uitleggen. Hij is Milan, niet. Dat jij zo wil winnen. Dat hij zo wil winnen is wel raar. Ja, ik haal die spijna nooit meer, joh! 4. Ah, 1. Wel een hidden block. Dat is niet waar. Nee. Oh, dat jij zo wil winnen, Milan. Zeker wil ik dat. Ik heb zoveel coins, waar kan ik mij helemaal niks? Ja, daar staat de ster, hè, Mike? Dus dan weet je waar je naartoe. Ja, dat weet ik, maar Daisy staat... Oh, dat wist je al. Oh. Hey, maar ik denk Sander... dat je ingooit, ik denk jij wil even kijken waar die ster zit. Maar Sander, het is denk ik wel positief dat ik Mike genaaid heb. Want ik denk dat hij 2 van de 3 bonussterren sowieso krijgt. Dus dan kan beter Daisy nog een ster krijgen. Ja, oké. Okay. Nee, dat is helemaal niet waar, joh. Hij liegt. Maar toch, ik zie liever Mike winnen dan Daisy, zeg maar. Doe dat nou niet, Mike. Nu zie ik liever Daisy winnen. Nu ben ik helemaal klaar. Wat heb ik gedaan dan? Ja. Wat heb ik gedaan? Echt voor me gaan lopen skiën en zo. Dat was mijn eigen fout. Nee, laat maar. Ben je niet one-hit instant KO, Mike, als je die stenen raakt? Blijkbaar niet. Nee, als je in de avalanche komt, dan ben je eraf. Maar ik werd wel 1 keer geraakt. Ik was misschien since you've been gone. Nee, ik moet gewoon door. Waarom? Oh, ik dacht eventjes dat het lang stil was, maar... Dat leek maar zo. Ik word genaaid door het systeem. Ja, lach jij maar, Milan. Hey, Mike. Oeh. We all worden genaaid door het systeem. Het systeem is voor iedereen hetzelfde, hè? Daarom. Ze worden allemaal genaaid door het systeem. Pak de ogen. Wat er nou echt voor niks? De eerste is free? Was dat het? Ik denk het. Wat? Lende. Ook dit nog. Ze gaat ook nog een ster jatten. En waarschijnlijk voor mij, omdat ik 2e sta. Ja, terecht. Ja, zeker terecht. Nee! Wat? Waar staat dit nou weer op? Tiri-ti-ti. Tiri-ti-ti. Woe! Tiri-ti-ti. Nou, maar dit slaat toch nergens op? Waarom zou je dat doen? Dat zei Niels al laatst ook. Mooi zaal het man niet meer. Maar dit is zo... Dit slaat echt... Doe hem toch altijd op de 2e? Wat is dit voor onzin? Jezus. Is dat echt fucking nergens op? Nou, hij mag eens een keer een ander rondje lopen, die jongen. Nee! Ik haat nee, hem! Nee, Milan! Goed zo! Ja, dit is jammer. Lekker. Hij pakt wel eens wel die looping met zijn volle sprint, hè? Jeetje, Mina. Waar slaat het op? Waarom word ik nou weer genaaid? Oké, ga naar Boe en steel een ster van Mina, alsjeblieft. Maar waarom van mij? Ik reed voor Daisy. Ja, wat de fuck. Milan die loopt me te naaien. Ik doe helemaal niks. Jawel, want jij had een ster
gestolen moeten krijgen van Daisy. Nee, ja, daar kan ik niks aan doen. Dan geef je mij de schuld van die van jou. Kan ik niks aan doen? Jawel, je hebt de game gerigged. Oh, ja. Oh nee, dat zou Paddy zijn. Nee, nou, ja. Oh, Sander, die ster voor jou is nu voor mij. Zie je, dus het is allemaal Rusty schuld, hoor je dat? Ja, we zo doen. Rusty, als jij wint, hè, ik maak je echt dat af. Is ik maak je echt af. Moet je me eens zien te vinden, Sander? Ik weet dat je dicht in de buurt van een half uurtje rijden of zo. Ja, maar je weet geen dorp. Je weet geen dorpnaam. Oh. Watch me. Whip. En nee. Oeh, rondje draaien. Er wordt zo'n gouden bal voor Sandrain. Compensatie voor zijn ster. Ja, dit kan ik dus niet, want ik weet nooit hoe dat moet. Ja, dat is ook omdat jij op toetsenbord speelt en niet op controle. Hoe lang duurt het nog? En dit kan heel snel met de controle, maar met toetsenbord is dit kut. Nee, we hebben de tijd. Nou. Maar blijkbaar niet. Was het niet het laatste rondje? Nee. Oh, oké, dan kan ik nog een keer dingen doen. Wijs dit dat ik ze heb. Oké, dit moeten we winnen. Wij tegen Milan. Hoe als wij dit verliezen? Nou, dat weet je niet, want 1 versus 3 is altijd heel erg rigged. Ja, hij ligt er meestal aan wat een minigame het is. Oh. Ja, precies. Oh, we moeten move. Oh nee, wij moeten... Nee, change direction A forward B. Oké. Grabbing the golden banana. We moeten de golden banana grabben. Wat dit? Deze gaat aan de kant. Moeten we Milan trouwens pakken? Ik heb geen idee. Ik snap er echt niks van. Ik ook niet. Oh, hij moet de golden banana pakken. Ik denk wel dat we Milan moeten pakken, man. Ja, daarom is gaan we hem insluiten. Hoppa. Ja, moest wel. Of ik had eigenlijk het hoekje moeten blijven staan. Dan wordt het moeilijk voor jullie om het te pakken, man. Nou, en dit is prima. Maar dan wil ik tegen mijn stekels betalen lopen bij Milan. Fijn. Ja, ik hou wel van jouw stekeltjes. Ja, dat dacht ik al. Die voelen namelijk puntig. Ja, zijn jouw woorden. Ik heb maar één ding op te zeggen. Oh, jee. Owee, als ze weer... Nee, zet te weinig voor ons. Oh, ja. Oké, iemand zoekt ruzie hier. Nou, die had ze al gevonden bij mij. Gaat ze ook nog zo smiechterig. Yay! Lopen. Ja, precies. Ook nog eens, hè? Echt hoor. Zie je dat die Sander Salt al in de... uit zou komen? Ja! 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 Als ik het zo doe... Oh! Hoe doe je dat zo speedrunnering, joh? Ja, ik heb een controller ranks en... Ah. Zo'n flipperkast zou leuk zijn, nou, hè? Ja, zo'n flipperkast zou wel leuk zijn, dat is waar. Dit is geen flipperkast. Nope. Kan ik je zeggen. Als je mini gebruikt, kan je in dat... In die circus? Of in de draaimolen, dat is net wat je normaal. En je kan trouwens ook als je volgens mij 3 gooit in de flippercast. Dat is geen 3. Nee. Een warpipe, een candlelight, een super mega mushroom en een tiny mushroom. Wat moet je hier überhaupt doen? I have no clue at all. Ik had die flashlight wel willen zien wat dat deed.
Als je een flashlight hebt, dan bescherm je jezelf tegen boe. Nou. Not interesting. Ah, jij moet rechtdoor, Sander. Nou, oh nee, ik kan hier niet afslaan. Hij zit midden rechts, En dan onder? Ja, maar... Ja, ik weet waar die zit, maar dat heeft niet zoveel nut, denk ik. Nou, je hebt de meeste kans van ons, dus... 12. Nou... Niet als ik het zo doe. Ja, ga ik eigenlijk helemaal niet doen. Oh. Ja. Als ik nu even 14 coins kan verdienen, graag. Domination. Oeh, deze is leuk. Ah nee, Rust. Dankjewel Rusty voor de mooie... ja. Ik heb bij Sander zijn ding gezet dat hij nou even 3 minuten lief moet doen. Alsof dat erg is, weet je? Dat is gewoon mooi. Liefde verspreiden is alleen maar mooi. Wat moeten we eigenlijk doen? Oh, oké. Okay. Oh, ik heb een kamp in mijn duim. Ja, deze ging niet goed bij mij. Ik zou verbaasd zijn als ik de 80 raak. Ja, precies. Kabooming! Wereldrecord, kabooming! Oh, dat is niet hoe dat werkt, Milan. Er staat nieuw record, hè. Jij staat niet in de Guinness World Book of Records. Oh, ik sta nog gezamenlijk tweede met iemand. Wat is dit? Wat dit? Wat dit? Wat is er genotig mee? Twee, of één bedoel ik. Oeh, ja, met die fucker die ervoor zorgt dat ik een ster van mij wordt gestolen in plaats van bij hem. Ik weet niet hoe, echt maar hij doet het wel. Gaat hij weer niet op zo'n bouw? Oh, nou ja, bouwspace in deze game is... Oh, wil je niet doorlopen? Dat mag. Hij gaat geen één gooien. Hoezo niet? Omdat hij Mega Mega gebruikt. Ja, nee, maar ik bedoelde... Eigenlijk tegen Mikey, van waarom niet? Ja. Misschien wil hij wel een heel rondje en dan vervolgens... Oh nee, dat kan niet. Ja, ik wil even een rondje van de sfeer doen. Gezellig. Ja, wist je dat die elke keer anders is? Ja, dat heb ik uit vertrouwbare bronnen meegekregen, dus... Dit is een topset. Oh ja, als je bij mij in de buurt komt. Komt hij hierna nog een... Ja, volgens mij wel. Hierna is nog een beurt. Maar hij kan zo'n ster gaan jatten. Ja, dit is nou jouw beurt, Sander. 6, ja, dat is niet genoeg. Oeh, is oprecht nog wel lastig. Ah, ja, sorry. Ans. Dat Fijn, dan heb ik niet meer genoeg om mijn ster te kunnen jatten. Ik vond het een hele goede set. Ik wou er geen praatje pot van maken, dus ik wou het niet zeggen. Ik kom 3 coins tekort. Maar ik hoopte dat hij er zelf over na zou denken. Als ik de rollercoaster ride, waar kom ik dan uit? Ik mag ook niet eens view map. Dan kom je links onderin, want hij staat hier. Oh, oké. Okay. Kutzooi. Oh, ook helemaal aan de andere kant. Ik had net zo goed de rollercoaster kunnen riding. Dat is waar. Maar ik kom nog wel een keer langs het casino. Met de rings. Dat is wel een leuk spelletje.
Je moet door de ringen heen, Manta. Oké. Rapidly press A to go forward. Nou, dat moet wel lukken. Ik vind het altijd irritant als je elkaar in de weg kunt zitten, want dat doen ze dan ook. Maar wel gezellig. Van de gaande kant. Oh, niet meer. Ja, dit is kut. Ah. Nee. Ah, boeien. Ik heb genoeg coins. Ja. Kut, sorry. Door te vast gespeeld. Oh, doe Penny mee. Ja. Leuk. Hij is een stemvervormer als Rusty gezet. Aha. Ja, zegt hij ook. Ja. Hij zei, ik kan mijn stem best vervormen binnen een paar seconden, hoor. Dus, AI kan een hoop, hè, zegt ze dan. Jazeker. Oh jee. Nee. Zo komt nee, dat had ze niet. Ze komt de plek. Ik wou zeggen, zij gaat de goede kant op, maar dat maakt helemaal niet uit, want het staat op de racetrack. Oh, is dit weer draaien? Oh nee, oké. Dus ik straks moet en ik moet draaien dan. Helaas. Ik heb ooit eens een keer tegen iemand verloren omdat hij hier de 100 coins kreeg. Ja, maar dat gebeurt regelmatig moet je zeggen, maar dat gebeurt best wel eens hoor. Maar ik heb echt honderden uren in Mario Party 4 zitten, dus ik heb dat best wel vaak gehad. Ik heb van, weet je wel, die loterij voor de laatste 5 turns met die kaarten die je dan krijgt. Ja? Dat heb ik maar één keer gezien ooit dat gebeurde. Wat kreeg je toen? Een ster krijg je dan. Oh, oké. Is wel leuk. Laat ook heel goed zien dat dat loterijen scam zijn dus. Als je honderden uren erin hebt en je hebt het maar één keer gezien. Ja. Ja, op zich wel. Maar de 100 coins heb ik echt wel vaker gezien. Ja, oké. Nou, dan gaan we het gewoon tryen. Ja. Nee, waarom niet? 5! 5 coins, nou. Dat is bijna je hele zakgeld, joh. Ja, ik wil zeggen, daar heb ik keihard voor moeten sparen, hoor, Erik. Oh, wacht, maar krijg je dan ook... Oh! Als ik dit wist... Oh, ik moet nog meer, oké. Okay. Wat dit? Oké, -3. Oh, wel, je hebt nog steeds... Sander, die gaat nu gewoon 100 coins krijgen, hoor. Ik hoop het. Ik hoop niet dat hij moet draaien. Ik hoop het ook niet. Deze voel ik al de hele ochtend. De ochtend nog wel. Oh! 30 coins. 30 coins, hoppa! Lekker. Ik zei toch dat ik hem de hele dag al voelde? Dat was niet wat ik zei, maar... Dat maakt niet uit. Zei je. Ja, dat weet ik, ochtend. Maar... Weet je... Gewoon de troostprijs gehad. En daar ben ik tevreden mee. Ik had ook nog een kleintje kunnen doen. Dan had ik op de flipperkast kunnen komen. Ja, maar je kan maar 5 gooien maximaal. Oh ja. Had ik ook al eens zitten kijken om een kleine te gebruiken. Oeh, ik ben Milan. Cliffhanger. Dungeon duo's. Dungeon. Ja, yo, dat ja. Is van die dragons, toch? Nee. Niet? Oh, ik dacht altijd dat Dungeons and Dragons oh, was. Oh, nee. Oh. Ik snapte hem niet, sorry. We kunnen dit, Rusty rondje. Ja, zeker. Oh, oké. Bloep. Als... Oh. Kut.
Oh, kut, verkeerde knop. Tip, doe niet. Oh, ik moet je geen tips geven. Never mind. Tip, doe wel. Wat doet ze? Oh, kan ze nou echt niet? Oké, dat was mijn fout. Wacht even. Ze blijft gewoon draaien, die bitch. Oh, weer de verkeerde knop. Ja, hoe, doe. Dit zooi. Nee! Alle. Wacht, waar ben ik? Oké. Ja, gaan. Kom op. Je staat niet goed in de buurt. Ja. Oké. Kom op, Daisy. Kom op. Ah, dit wordt heel lastig nog. Wat moeten we doen? Oh, kut. Oh. Hè? Oké, waar ik in zat. Deze? Juist. Je kan beter grotere pompen doen, zoals ik. Ja. Ja. Ja, GG. Bijna een wereldrecord. Ja, het scheelde niet veel. Dat was wel ziek geweest. Zeker. Die buizen waren wel pittig, moet ik zeggen, hoor. Bij mij viel mijn teamgenoot in een ravijn. Ja, hij is weer gelijk mijn probleem. Nou ja, jij springt naar beneden. Niet met opzet. Je mag ook nooit meer rustig naar beneden springen, hè. Ik denk wel dat Rusty Dick gewonnen heeft, overigens. Dat mag ook wel. Hij heeft een keer meegedaan. Volgende keer doe je niet meer mee, trouwens. Wow. Nice. Wat? Oh, dat had ik niet verwacht. Ik voel hier gewoon zwaar disrespect ineens. En Milan de hele tijd. Oh, de minigamester is voor Rusty. Heeft hij zelf de minigamester? Ja, dat wist ik ook niet. Sorry. Als de volgende nou voor mij is, dan heb ik gewonnen. Ja, dat zal. Nou, happening star. Nou? Misschien ik. Oh, ik ben de enige die hem niet heeft. Oh. Ik ben laatste. Lekker. Vond jou wel goed. Wat? Ik zei, ik vond jou wel goed. Oh, ik verstond, voor jou is dat wel goed. Nee. Zie, ik ben echt laatste. Let's go! Eerst zou worden. Eerste potje gelijk gewonnen. Ja, dat is de laatste keer dat je mee hebt gedaan. Ja. Was gezellig, tot nooit weer. Tot in de Soullink. Ja, ik wil zeggen, het wordt een gezellige Soullink, mannen. Ja, en daar kunnen we binnenkort mee beginnen, want Sander en ik zijn klaar met Harmony. Oh. Oké, wacht. Als jullie nou wel klaar zijn, wie is er dood? Daar hebben we het niet over. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken van deze stream. Bedankt voor het kijken van deze aflevering op YouTube. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Joejoe. Exact dat.